ben Nol Kleingeld en ik was burgemeester van Waalwijk tot 1 juli van dit jaar. En nu ben ik pensionado. En dat was voor de bibliotheek aanleiding om mij te vragen om een gastcollectie samen te stellen voor de Maand van de Geschiedenis in oktober die komen gaat. Jij bent toch ook geschiedenisleraar geweest? Zou je dan niet je top 20 willen samenstellen als het gaat om jouw favoriete geschiedenisboeken? En dat heb ik overigens heel graag gedaan. In dit korte filmpje wil ik van 5 van die 20 boeken iets meer vertellen waarom ik dat fantastische literatuur vind. Tegen verkiezingen van David van Rijbroek, een Vlaming. Met een interessant, echt interessant onderwerp en dat is eigenlijk de democratie. En het leuke van de stelling van het boekje is dat je het democratischer maakt, het systeem, wanneer je wat gemakkelijker omgaat met het fenomeen verkiezingen en in plaats daarvan meer met loting doet. En hij grijpt dan terug op de oude Grieken. En wat gebeurde er bij de oude Grieken? Degene die daar bestuurde, deden dat tijdelijk en die werden ook vaak geloot. En hij beweert en hij geeft aan en hij bewijst dat wat wij later aan ons bestel gedaan hebben, dat dat door verkiezingen eigenlijk minder democratisch is geworden. Een must om te lezen voor iedereen die in onze democratie echt geïnteresseerd is. We staan hier voor het schap Spannend. Ik heb voor u een heel spannend boek. Geen detective, geen thriller, maar van Bart van Loo, De Bourgondiërs. Een reis van Brugge via Gent en Brussel naar uiteindelijk Dijon in Frankrijk. En de nadruk in de vaderlandse geschiedenis heeft altijd sterk gelegen op we schrijven toe naar de Gouden Eeuw, naar Rembrandt, naar Jan Steen, naar Willem van Oranje enzovoort enzovoort. Maar Van Loo zegt van je kunt het ook bekijken vanuit een Zuid-Nederlandse optiek, vanuit Vlaanderen, vanuit Brabant. En daar komen we uit in de late middeleeuwen, in de periode van Philips de Schone, van Philips de Goede, van Karel de Stoute. Fantastisch geschreven en hij kan het vertellen zoals geen ander. En doet dat overigens ook nog in Waalwijk op 20 oktober in de Leest. Wie geïnteresseerd is in politiek, wie geïnteresseerd is in geschiedenis, de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw heeft meegemaakt, die weet dat Hans Wiegel, Joop den Uyl, Dries van Agt, Ruud Lubbers, Hans van Mierlo de spraakmakende politici uit die periode waren. Inmiddels zijn er van al die 5 hoofdrolspelers goede biografieën gemaakt. Ik beveel er 1 aan, waar ik van denk dat die zeker de moeite waard is om te lezen. Het boek over Hans van Mierlo, recent geschreven door Hubert Smeets. Wanneer je wordt gevraagd om de gastcollectie voor de bibliotheek in Waalwijk te maken, dan kan het, als het om geschiedenis gaat, niet anders zijn of je zet dit boekje bij de beste 20. Niet omdat het een literair hoogstandje is, dan moet je echt bij anderen zijn. Maar als je iets wilt weten over de sociale geschiedenis van Waalwijk rond 1900, overal schoenmakers, overal leerlooiers, een gigantisch verschil tussen rijk en arm, bittere armoede, gigantische rijkdom, en je maakt daar een roman van, dan is dat denk ik het boek dat op een heel innemende manier eigenlijk vertelt hoe het in Waalwijk in die jaren rond 1900 ging. Hij heeft er alles wat ertoe doet in Waalwijk in die tijd. Grote staking bij Van Schijndel enzovoort enzovoort. Het zit er allemaal in. En nu het leukste, het wordt heel binnenkort opnieuw uitgegeven. Dus bibliotheek, schaf er echt maar een paar aan. Nico Dros, Willem die Madoc maakte. Dat is de schrijver, dat is de titel. Net uitgekomen. En het is uitzonderlijk hoe een kenner van de middeleeuwen eigenlijk van al die werkelijke kennis een roman maakt, fictie maakt. En hij doet dat op een manier die ja, ik vind zelf eigenlijk persoonlijk ook nog beter is als die van Jan van Aken. Hij kreeg ooit 5 sterren volgens mij in de Volkskrant. Toen dacht ik, ga ik toch eens lezen. En ik heb ervan genoten. Het gaat over liefde, leven in de middeleeuwen. Mooi verhaal. Probeer het eens.